dit ruikt alleen al zo lekker. Dit zijn echt de dingen die mij gelukkig maken in de herfst en de winter. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag zaterdag en ik ben hier met Lois. En ik heb je al, denk ik, 3 maanden niet gezien of zo. Ja, iets van 3 maanden, want zij is weer naar Indonesië geweest. The bitch. En we zijn nu aan het lunchen bij Onder de Wester. En ik heb een vegetarische burger gemaakt van biet met gegrilde groenten en tzatziki en patatjes. En jij hebt... Geen flauw idee. Is vegetarisch. Ja, het heet een tostada met kikkererwten en spinazie en gegrilde groenten volgens mij ook. En ik weet dat dit lekker is, anders heb ik al eerder gehad. Dus, gezellig! Bye! Was gezellig. Was gezellig. Nooit meer. Echt nooit meer dit. Nee. Nooit meer. Zo, ik ben weer thuis. Vader die is naar mijn zus toe. Dus ik moet nog boodschappen doen en eten maken. En het is nu 6:30. Het is gewoon alweer bijna donker. Echt niet leuk. Maar ja, wat moet ik nou weer gaan eten? Ik heb niet heel veel honger. Want ik heb net dus geluncht met een... vegetarische hamburger. En dat vulde best wel. Dus ik denk dat ik een soepje ga maken. En om even in de herfstsfeer te blijven. Misschien kan ik een pompoensoepje maken. Zo, ik ga naar Deen. En ik ga pompoensoep maken. Want daar heb ik nu gewoon zin in. Dus ik hoef alleen nog maar een pompoen te halen. Wat knoflook. En misschien doe ik er een worteltje doorheen. Nou, en 5 minuten later sta ik alweer buiten. Ik had alleen een fles pompoen nodig. Dus 1 kleine winterpeen en nog een bolletje knoflook. En ik was 2,45 kwijt. Dus zo kan een maaltijd eigenlijk ook heel erg goedkoop zijn. En het is ook heel erg makkelijk te maken. En nog gezond ook. Een mooie oranje pompoen. Ja, voor de mensen die mij wat beter kennen, ik ben nogal een kluns. En dat geldt dus ook voor als ik in de keuken sta. Geef mij een goed scherp mes en ik snij 9 van de 10 keer in mijn vinger. Ik heb dit mesje en ik moest dus de pompoen schillen. En het is me nog redelijk goed afgegaan, zoals je kunt zien. Er is niet heel veel schil, of er is niet heel veel pompoen verloren gegaan bij het schillen. Dus ja, het is gewoon een keertje gelukt. De wortel en de pompoen in blokjes gesneden en de ui en knoflook gesnipperd. En ik heb nog een stukje gember erbij gesneden. Dat brengt het altijd wel lekker op smaak. Ik heb een beetje kokosvet in een hoge pan gedaan. Dit is de grootste pan die we hebben. Ik gebruik kokosvet eigenlijk alleen als ik soep of curry ga maken, want dat vind ik lekkerder. Maar het bevat heel veel verzadigd vet, dus daarom gebruik ik dat het minst vaak. Normaal gebruik ik eigenlijk altijd olijfolie. Ik heb er een beetje kaneel bij gedaan, komijnpoeder en cayennepeper. Ik heb de wortel en de pompoen erbij gevoegd. Maakt een beetje veel lawaai die ding, maar dit ruikt alleen al zo lekker. En het ruikt ook gewoon herfstig. En het is wel een klein momentje dat ik de herfst toch wel een beetje leuk vind. Het ruikt gewoon zo lekker. En ik heb net water gekookt en dat doe ik zo meteen bij de pan met bouillonpoeder. Bouillon en gekookt water erbij gedaan. Nu kan ik er eigenlijk een kwartier, hoef ik er niet naar om te kijken. En het is klaar. Ik heb het gepureerd. Het is echt heel mooi oranje. En ik heb even geproefd en het is echt super lekker. Dus ik zeg niks meer aan doen en eten maar. Lekker! Dit zijn echt de dingen die mij gelukkig maken in de herfst en de winter. Maar echt. Hoi. Hoi. Hoi Lisa. Hoi. Hoi. Ik stond hier dus net en toen stond er meteen een auto achter. Oh, sorry. Oh echt? Ja, die kon ik kant op, zat helemaal vol. Goedemiddag! Ik ben met Tessa. Yeah. Oh. Net zoals gisteravond. En nu gaan wij lekker lunchen. Wij zijn 1 hoge kaspel. En daar wil je niet doodgevoerd.
Nee, hartstikke gezellig hier. Nou ja, je hebt hier wel een lekkere lunchroom. Of restaurant gewoon. Voor ieder wat wils. Want je hebt er ook lekkere high teas. En lekker avondeten. Lastig. Maar ik heb hem opgezocht wat Lady's Blue is. En dat is een blauw schimmelkaas van geitenmelk. Dus dat is zeg maar iets wat ik heel erg vies vind. Of een geitenkaassalade, maar ja, het is ook geitenkaas. Dus ik neem de brie, denk ik. Want dat eet ik eigenlijk nooit. En de hummus, ja, doe ik natuurlijk vaak op mijn brood. Wat neem jij? Altijd gewoon neem jij carpaccio. Ja? Broodje met brie. Ja. Dankjewel. Ik ga even drinken. Ik zit vol. Was het lekker? Ja.